Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik met jullie de paint markers gaan testen. Dat is deze set. Ik heb deze set bij de Action gekocht. Ze zijn van het merk Avec. En er was wel vraag naar of ik hier een video over wilde maken. Dus het leek mij wel leuk om deze met jullie te gaan testen. Ik zal in deze video uiteraard wat meer informatie geven over deze paint markers. En we gaan ze natuurlijk proberen. Dus mocht je benieuwd zijn of deze paint markers de moeite waard zijn om aan te schaffen. En of het een beetje werkt, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, dit is dus de set. Ze komen in een blik, wat heel mooi is. Waardoor je ze mooi kunt opbergen. Je krijgt 20 paint markers. En ik zal ook even kijken wat de achterkant vertelt. Ze zijn op waterbasis inkt. Ze zijn mat, dekkend en zuurvrij. Daarnaast zijn ze ongeschikt voor contact met levensmiddelen. Dus ja, je moet er geen appel of zo mee gaan willen bekliederen. Maar ik denk ook niet dat je dat zou willen. Maar om even als voorbeeld te geven. Ze zijn geschikt voor ondergronden zoals hout, metaal, papier en karton. In deze video ga ik alleen papier gebruiken, want ik heb helaas geen hout of metaal wat ik zou kunnen gebruiken. Je moet ze eerst schudden voor gebruik en dan de stift een paar keer op papier drukken, zodat de punt zich vult met inkt. Als de punt doordrenkt is met inkt, is de stift klaar voor gebruik. De verf kan vlekken veroorzaken. Bescherm alle werkoppervlakken en kleding. Dus het is aan te raden om er gelijk wat onder te leggen. Ik zal hem hier eventjes uitpakken. Het is natuurlijk weer zo'n leuk plasticje. Oh, ik heb hem al. Wat fijn. Dan zie je ook eigenlijk direct dat de doos ook mat is. Die ziet er ook mat uit. Ik haal de deksel er eventjes af. En dan zijn dit de kleuren van de stiften. Zoals je ziet, zitten er best wel veel leuke kleuren in. Het lijkt mij gewoon leuk om plaatje ermee te proberen in te kleuren en dan gewoon sowieso even gaan kijken hoe dat werkt met die stift. Wat ik ook zag, dan moet ik even de deksel er weer op doen, want anders dan gaat alles eruit vallen, is dat je ik heb mijn verkeersonder opgedaan, heel fijn. Bij 6 keer heb je een dun streepje van 0,7 mm. Bij 7 keer heb je een streepje van 0,9 tot 1,3 mm. En nog een keer bij 7 keer heb je 1,8 tot 2,5 mm. Maar dat vind ik een beetje raar. Want volgens mij zit er maar één punt op. Ik zal er gewoon eens even eentje uitpakken. Even kijken. Want dit is de punt. En nou ja, misschien dat je hem door de verf dikker kunt maken. Ik ga even wat spullen klaarleggen, zodat we gewoon even kunnen gaan kijken of dat makkelijk gaat. Het uitlopen van de inkt. En of dat dus werkt. Dus laten we gewoon gaan kijken of dat dit daadwerkelijk gaat werken. Oké, ik heb een krant neergelegd. Het zijn best wel een aantal velletjes, dus ik hoop dat dit genoeg is. Ik heb een blaadje gepakt. Het is gewoon een heel dun blaadje wat je normaal gebruikt voor de printer. Maar ik heb eigenlijk niet echt heel veel dik papier. En nou wil ik gewoon eens eventjes gaan kijken of dat dit lukt met het doordrenken van de inkt. Ik pak de gele, deze kleur. En dit is dus de punt. Zoals je kunt zien. En nou gaan we dus kijken. Ik zal jullie wat inzoomen. Of dat we de inkt er makkelijk in krijgen. Je zou gewoon moeten duwen op de punt om de inkt te activeren. En ik zie al gelijk wel dat er nu inkt in de punt loopt. Ik zal hier even iets uitzoomen, want anders dan zien jullie dat niet. Kijk, je ziet, ik hoop dat jullie het zien, hij wordt wat geler. Nou weet ik niet of het op camera heel goed overkomt. Kijk, en nou loopt er dus inkt uit. Kijk, hier loopt dus nu inkt uit. Ik hoop dat jullie het heel goed kunnen zien. Dus hier zie je dat gebeuren. Ik zal het even met nog een kleurtje doen. Ik vind de roze. Nou ja, ik wil eigenlijk zo meteen kijken of ik er een stempel mee in kan kleuren.
Dus zo ziet de punt er dus uit als er nog niks mee is gebeurd. En ik druk dus nu eigenlijk heel simpel om de inkt te activeren. En dan zie je al dat er wat gebeurt. Dus dat gaat op zich makkelijk. Nu is de punt dus doordrenkt met inkt. Dus dat gaat wel heel makkelijk. Daar heb ik niks op aan te merken. Nou ga ik eventjes een stempeltje zetten. En dan gaan we kijken of we die kunnen eigenlijk een soort van kunnen verven met de paintmarkers. Dus dat lijkt me wel heel leuk. Dus dat ga ik eventjes doen en dan kom ik zometeen bij jullie terug. En dan kunnen we het plaatje eventjes proberen in te verven, painten eigenlijk. Oké, ik heb 2 stempels geplaatst. Ik heb de stempels van Creachic gebruikt, mocht je dat leuk vinden om te weten. Ik kan helaas niet op een andere manier filmen dat jullie echt erop kunnen kijken. Dus ik probeer het gewoon zo. En deze ga ik dus nu inkleuren met de stiften. Althans, ik ga een poging doen. Ik ga jullie weer wat inzoomen. En ik ga beginnen met het meisje. En het meisje wil ik blond haar geven. Nou, de gele had ik natuurlijk al geactiveerd. Het wordt eigenlijk meer geel haar dan blond. Maar ja, wat maakt het uit? Dus even kijken of dat wat lukt. Kijk, en omdat ik hem al geactiveerd heb, kan ik nu eigenlijk... Ja, de randjes worden natuurlijk weer niet super mooi. En de randjes van de stempel vallen verder ook wel weg. Binnen de lijntjes kleuren is nooit één van mijn sterkste punten geweest. Maar we doen een poging. Moet jij er niet voor gaan staan. Ik ben ook wel benieuwd hoe snel het opdroogt. Je kunt het ook een beetje drukken. Zo. Dan zit ik met dat oortje. Dus die moet ik natuurlijk niet inkleuren. Want dat is niet de bedoeling. Kijk, de staart valt natuurlijk nu een beetje weg. Kijk, want hier zit ik met een plukkie. Ik ben wel benieuwd hoe snel zo'n stift leeg is trouwens, want dat weet ik dus niet. En ik hoop ook niet dat ze gaan uitdrogen. Zo, dan is haar haar nu ingekleurd. Ja, hier en daar zul je een beetje wat zien. Het zal ook niet helemaal fantastisch zijn. Nu gaan we het gezichtje... Nou, ik heb het idee dat hij er niet helemaal... Oh, zie, hij zat ietsjes los. Zoals je kan zien zit mijn hand nu wel een beetje onder de verf. Maar goed. Nou had ik eigenlijk die oranje gepakt, maar ik vind dat toch wel heel erg oranje voor een huidskleur. Ik ga nu voor de roze. Dus die activeer ik weer eventjes. Misschien is dit ook geen goede huidskleur, maar... geactiveerd. Dan ga ik de armpjes inkleuren. Ja, ze wordt wel heel roze. Nou ja, weet je, het gaat om het idee. En misschien is het voor tekeningen in te kleuren helemaal niet zo heel erg handig hoor. Maar het leek me leuk om dit gewoon te gaan proberen. Handjes. Vingertjes. Ik denk wel dat er niet zo heel veel van de kleur overblijft. Nou, het gezichtje, dat wordt wel een uitdaging. Want de wenkbrauwtjes vallen ook wel een beetje weg. Dan zou je die natuurlijk altijd later nog weer een beetje kunnen... Ze heeft ook wat blosjes, zie ik. Zou je die altijd nog weer eventjes met een... Ik probeer er een beetje omheen te gaan, maar... Ze vallen wel een beetje weg. Zo, dat is het gezichtje. Nou heeft ze dus blosjes, dus het mondje wil ik een beetje met een
rode kleur te gaan doen. Dus ik wil even gelijk weer eventjes gewoon terug doen. Dat is wel zo handig. De kleuren die we niet meer gebruiken doen we gewoon gelijk terug. Ga ik met rood de blosjes doen. Even activeren. Deze heeft iets meer moeite mee. Oh, er komt wat in nu. Ik heb hem niet heel erg geactiveerd. Oké. Het is niet fantastisch, maar oké. Truitje. Het leek me wel leuk om een paarse trui te maken met blauwe stipjes. Ik denk dat ik eerst gewoon de paarse kleur ga doen. Ik zie nu ook het verschil, want deze heeft een... dat zal ik straks nog even beter laten zien. Ik ga hem eerst even verder inkleuren. Nou, die stipjes gaan hem gewoon wegvallen. Ik ga hem gewoon eventjes zo inkleuren, want die stipjes wordt hem niet. Ik moet wel zeggen, met deze punt gaat het wel makkelijker. Nou, dan is die klaar. Ik zal straks nog eventjes nogmaals het verschil laten zien. Nou, nu heb ik nog een lipstick. Die ga ik ook even inkleuren. Daar gebruik ik weer die roze kleur voor. Of de rode kleur, sorry. Dan lijkt het mij wel leuk om deze twee accenten met grijs te doen. Oké, dat was niet zo'n heel goed idee. Ik ga hem nu maar helemaal grijs maken. Het was eigenlijk de bedoeling om hem de huls zwart te maken, maar ik heb iets gelekt. Zo. Dan hebben we wat ingekleurd. Nou, kijk, deze, de haartjes, die zijn zo goed als droog. Het heeft op het papier zelf doorgelekt. Kijk, de achterkant lekt dus door. Ik heb trouwens gewoon een blaadje gepakt, die ik zelf niet meer zou gaan gebruiken. Dus je ziet wel dat dat doordringt. Alleen, ik vind die lipstick valt wat minder op. Het heeft op de krant niet doorgelekt, zoals je kan zien. Dus dat is wel top. En ook, ik had hier natuurlijk geknoeid. Dat heeft niet op de tafel doorgelekt. Dus dat is top. Ik ga dit eventjes laten drogen. Ik ga ook even kijken of ik het makkelijk van mijn handen afkrijg. Dan zal ik zo nog even het verschil in die punten laten zien. Want daar ben ik dus nu letterlijk pas achter gekomen. Nou, mijn eindconclusie van de paintmarkers. Laat ik allereerst eventjes het probleem uit de wereld helpen. Waarin ik een beetje mee struggelde met die verschillende... maten, wat ik al zei. Je hebt 6 paintmarkers van 0,7 mm. Je hebt 7 markers van 0,9 tot 4,8 mm. En 7 markers van 1,8 tot 2,5 mm. Ik heb er hier eentje, die is dus 0,7 mm. En dat kun je zien aan de punt. Die is dus vrij dun. Ik moet zeggen, ik heb net zo'n marker gebruikt met deze lengte of deze dikte. En die vond ik echt heel fijn werken. Nou, dan hebben we hier een marker. Die is dus 1,8 tot 2,5 mm. En die heeft een hele dikke punt. Dus die punt is een stuk dikker als van de andere marker. En dan heb ik nog een marker en die is 0,9 tot 1,3 mm en die heeft ook een wat dunner puntje. Ik moet zeggen, mijn voorkeur gaat tot nu toe uit naar die 0,7 mm. Maar dat was dus even het probleem waar ik een beetje mee struggelde met de markers. Maar daar ben ik dus achter gekomen toen ik hem
ging testen. Ik zal eventjes de deksel erop doen. Want wat vind ik nou van deze markers? Ik vind het heel leuk. Ik vind het op papier al heel leuk werken. Het gaat makkelijk. Je kunt ze heel makkelijk activeren. Dat viel me echt niet tegen. Er kwam vrij snel inkt vrij. Ik vraag me alleen af of ze niet snel zullen uitdrogen. Omdat je ook niet precies weet hoeveel inkt erin zit. Maar ik denk als de punt droog wordt dat je hem wel opnieuw kunt activeren. Op papier gaat het goed. Ik denk wel als je dikker papier gebruikt dat je minder doordruk zult hebben. Maar het ging op zich prima. Ik weet dus niet wat het zal doen op hout of op glas. Ik denk dat dat ook wel heel leuk kan zijn. Want ik denk wel dat het werkt. Alleen ik vraag me dan af of het op een glas blijft zitten. Omdat het op waterbasis is, denk ik wel dat je het makkelijk zult afwassen. Ik had hier wat geknoeid op mijn hand. Je ziet nog een licht streepje. Dit zal er uiteindelijk met douchen gewoon afgaan. Maar je kunt het op zich wel makkelijk afwassen. Ja, ik vind het op zich best wel goed werken. Ik vind het ook heel leuk. Vooral om hier ook creatie mee te maken. Wie weet dat ik het ook echt nog wel een keertje wil gaan proberen op hout of op een glas. Maar voor nu had ik dus niks in voorraad en heb ik het dus gedaan op papier. Maar ik ben er in ieder geval wel heel erg blij mee. Deze set kost €9,99 bij de Action. Is misschien wat duurder als de normale reguliere spullen. Maar ik vind dat het geld zelf wel waard. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat jij nou van de paintmarkers vond. Of dat jij ze misschien ook al in bezit hebt. En of je zelf al hebt gebruikt en wat jouw mening hierover is. Misschien was je er nog niet bekend mee en denk je naar aanleiding van deze video, ik zou ze wel graag willen kopen of totaal niet. Dat is natuurlijk heel erg persoonlijk, maar ik ben er wel heel blij mee. Ik wil er zeker wel vaker gebruik van gaan maken, vooral omdat het toch verf is en het kan net soms iets nauwkeuriger werken als bijvoorbeeld met een kwastje. Ik ben niet zo steady met mijn hand met een kwastje en dan kunnen deze markers echt wel... uitkomst bieden. Ik ben in ieder geval wel heel blij met de markers. En ik vind het wel leuk wat ik heb gemaakt uiteindelijk. Ik zal het nog even van dichtbij laten zien hoe het er nou uitziet. Zo ziet het er dan uit. Dit is dus het meisje. Je ziet wel dat hij een beetje is uitgelopen hier zo. Zien jullie het goed? Hij is dus een klein beetje uitgelopen. Je ziet wel duidelijk nog wat zwarte lijnen, waarvan ik eerst dacht dat ze helemaal weggevaagd waren. Zie je toch nog wel een beetje terugkomen. Dus dat is op zich prima. Ik heb deze wel allemaal met de dikke punt gedaan. En hier heb ik bij de huls van de lipstick dus de dunne punt gebruikt. En dat gaat wel het beste. Alleen ik ging er zelf een beetje naast. Maar ik vind het al met al wel een hele leuke set. Wat ik nog wel even mee wil geven is dat het wel even tijd heeft om te drogen. Want het droogt niet heel snel op. Dus als je nou iets mee gedaan hebt, leg het dan een tijdje weg. Want anders gaat het dus uitlopen en ga je er alsnog onder zitten. Want het heeft echt wel even droogtijd nodig. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken en... dat je nu een beetje weet wat je zou kunnen met de paintmarkers. Je kunt er dus nog veel meer mee. Maar goed, dit is tot nu toe wat ik ermee heb gedaan. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!